Zevenjarige boys CB finale hier aan de start staan ze met z'n vieren. Zij strijden op de plaatsen 9, 10, 11 en 12. We gaan natuurlijk kijken en loeren naar Cyril Jansen die wat pech heeft gehad in de halve finale. Die op eerherstel en wraak uit is. Hij gaat hier aan de leiding uitkomen naar bocht nummer 1. Hij pakt dus de all shot in de B. Nou, daar valt, staat een hele mooie strijd tussen 1-9-1 en 1-9-5. Van der Zanden versus Lonner. Dirk van der Zanden en Milan Lonner. Vooraan is het nog steeds. Cyril Jansen, hij gaat aan de leiding. Het is Dirk van der Zanden die nu net aan de leiding gaat. Ten koste van Lonner. Laatste wiel Guus van Heugden. Maar nog steeds Cyril Jansen. Ongenaakbaar. We gaan ook eens kijken en volhouden wie er dan 2 en 3 gaat worden. Want de winst is één ding wat zeker is. Cyril Jansen, hij pakt de B-finale. Tweede Lonner. 3 van der Zanden en 4 van Heugden.